Hoi en wat leuk dat je kijkt naar alweer de vijfde verbouwvideo. Papa op de achtergrond. In deze aflevering zie je een update natuurlijk van het huis, van papa's huis. Want het vorige hadden jullie nog leeg gezien. Gaan we het keukenblad uitzoeken. Gaan we zelf een deel van de keuken bouwen en nog veel meer leuks. Dus veel kijkplezier en tot straks. Ik denk heel leuk werk dat jullie doen. Je ziet heel goed resultaat meteen. Het is wel zwaar. Je moet alleen daar. Dus je moet wat van je gaat geslapen. Ja. Ja, maar dit is een beetje moeilijk. Ja, maar. Als zo'n moet je doen. Ja, ja. Hij gaat het. Kijk wat zij doen. Hey, we zijn bij Redstone voor het aanrechtblad, omdat we het vorige keer niet zijn geslaagd. En nu hebben we een hele mooie rainbow Onyx plaat. Ik ga hem jullie even laten zien. Ik ben echt helemaal verliefd op. Echt zo mooi. Het zit ook lekker in Amsterdam, dus hoeft er niet zo ver. Nu vraagt hij hoofdprijs. Oh, die wasbakken. Ja, het is wel echt Onyx hoofdprijs. Ja, ja, dat is zeker. En dit hebben ze epoxy bijgevuld, neem ik aan. Ja, kijk, deze is ook heel mooi, vind ik. Ja? Die kant op. Ja. Met de staande daar zo. Aan die kant. Een hele goede middag vanuit een volgestouwde badkamer. Het ziet er niet zo lekker uit zo, maar het is de tweede verfdag. Het ziet er ook een beetje verwilderd uit, maar het komt door de chaos hier. Er was gisteren een grondlaag opgezet en we hebben nu de kleur erop gezet, of tenminste zijn we bezig. Dit is Shadow White van Farrow & Ball, dat is de kleur die ook in de badkamer is. Maar ik moet zeggen, hij ziet er echt heel anders uit. Ik wil even iets gaan pakken, maar dat is niet handig. Hij ziet er heel anders uit in de woonkamer. Daar lijkt hij meer... Hij lijkt hier warmer en daar wat minder warm, maar dat vind ik juist fijn. Dat het niet weer zo'n hele warme kleur is. Dat had ik in mijn vorige huis, maar op een gegeven moment dan denk je, ja, toch wel weer wat anders. En dan doet het ook weer even anders. Dus ik zal even een stukje filmen. En ook van het eindresultaat. En wat dan fijn is, vanavond hebben we weer even een mini huiskamertje. Deze week wordt de keuken gebracht, maar in delen. Dus het is ook niet meteen klaar. Maar dan kunnen we nu weer even vanavond alles weer op zijn plek doen. Dus dat is heel erg fijn. Het verven zit erop en het is echt heel erg mooi geworden. Ik ga heel even de was even dicht doen. Echt zo mooi. En we zitten dus nu even de huiskamer in te richten zoals we dat willen. Dus daar komt dan de bank zoals je ziet. Maar er komt dus een andere bank en nog een andere tafel en een kastenwand. En hier is dan de eettafel. Alleen het wordt dus ook anders omdat de eettafel nog komt. Maar ik heb al een tijdje geleden echt iets heel moois gekregen van Sony. Kijk, dit is hem. We hebben dus de 65 inch, maar je hebt hem ook nog groter. Je hebt hem nog kleiner. En er is dus bijna geen rand of geen rand, waardoor het beeld nog groter, nog mooier is. Dus wij gaan hem even uitpakken. En dan komt hij daar te staan. We zetten hem nu even neer en dan gaan we hem later ophangen, want hij komt nog in een hele tv-wand. Er zit ook Google TV bij en we gaan hem even uitpakken. In de tv zit dus een slimme processor en dat houdt in dat de tv eigenlijk doorheeft hoe mensen horen en zien, waardoor het dus hetgene wat je kijkt nog beter overkomt. Kijk, hij is uit de doos. Het is dus heel makkelijk plug and play, want hij is echt in één keer in elkaar. Dus je bent er een paar minuten mee bezig en dan kan hij daar staan of hangen natuurlijk. Maar wij moeten nog even kijken waar hij precies komt.
Nou, kijk, al het afval zit er weer in. Dus ook gaat super snel. TV staat. En kijk, die rand is dus heel dun. Eigenlijk zie je geen rand. Mini randje. Waardoor het eigenlijk één groot scherm is. Groot is hij, hè? Echt mooi. Hoe makkelijk is dit ook? Zitten er klaar voor? Serie Mate. Kijken wat het geluid doet en het beeld en. I haven't had a drink today. Come on. Alex. I'm trying here. Hey. I'm not staying for dinner. I'm getting ready to leave. Een hele goede middag. Die tv is zo fantastisch, jongens. Dat geluid en het beeld. Echt alsof je helemaal erin zit. Helemaal in de bios. Ik ga jullie van de week nog even wat... specificaat over tv zeg, want ik vind dat best wel belangrijk als je zoiets aanschaft dat je gewoon goed weet wat je koopt en wat nou de voordelen zijn aan zo'n tv. Dus dat komt er nog, maar er was weer iets aan de hand met de keuken, dus dat kwam er tussendoor. Want we dachten dat we op een bepaalde manier moesten gereed maken voor de keukeninstallateur, maar het moest toch meer zijn dan dat. Maar de klussers zijn natuurlijk al weg. Dus moest Misha het een soort van met mij zelf gaan uitzoeken. En zijn we nu haastig op zoek naar een elektricien. Nou, de keuken komt dus natuurlijk hier. Heb ik jullie al vaker laten zien. In het midden van het huis. Ik ben trouwens echt zo blij met de dingen die afgelopen weekend zijn gebeurd. Deze willen niet uit. De spots, oké. Deze wand is toch echt fantastisch. Zo blij mee. Het is nu even een takkenshow hoor. Want ja, de keuken komt dus hier morgen. En dan wordt er een deel wordt er geplaatst en dan wordt het later afgemaakt. En waarom het later wordt afgemaakt is omdat ze komen donderdag, zeg maar een dag later, het blad opmeten. En dan wordt eerst het blad erin gezet. En dan wordt de rest van de keukenapparatuur weer afgemaakt. Afgebouwd, ik weet hoe je dat noemt. Maar wel heel leuk. Ik ga nu naar papa toe en daar is de keuken bijna klaar. Dus dat is mega leuk. Alleen hebben Misha en ik hier dus even een probleem. En weten we even niet hoe we het moeten oplossen. Want ja, we hadden het zo niet gewoon gezien. Maar ja, zo heb je elke verbouwing weer wat. Dus kijk, deze net binnengekomen is van Westwing. Die willen we beneden. Gaan we het zoeteren. Gaan we helemaal ook een recap, makeover. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Het was zo'n stressvolle ochtend met die elektricien. Oké, ik ga naar mijn vader, daar is het leuker en daar is een mooie keuken en nou, ik zie jullie zo. Aan de file? Ja, natuurlijk. Het kan niks onduidelijk zouden. Nee, kan er niet hoor. Of, ja. En wat gebeurt er dus? Het kost geld hè, dat je nu gaat helemaal mee. Wat gaat er nu gebeuren? Wat zeg je Arna? Wat gaat er nu gebeuren dan, Mol? Nu gaat hij met vrienden leidingen trekken, geloof ik. En Mo komt niet? Ja, die komt ook, geloof ik, maar die kan geen leiding trekken, zei hij. Oh, dat is wel een hal. Nou. Mooi hoor. Mooi is die, hè? Ja. Ik vind het echt mooi dit blad hoor. Ja, mama vond het, was mama wacht. Zo, wat een geluid. Het is een keertje niet bij ons, maar hiernaast. Wij zijn een constructie aan het bouwen voor het Onyxblad. Want de leverancier van het Onyxblad die zei ja, ik dacht dat de keukenboer het maakte of de meubelmaker of whatever. En de keukenboer die zei ja, dat hoort echt bij het blad. In ieder geval nu zijn wij het zelf aan het oplossen, want anders raak je het al. Kunnen we weer heel lang wachten tot iemand het kon maken en dan komt het blad pas veel later. Meneer wil er even mee ophouden. Dus wij zijn nu de constructie aan het bouwen. Dus ik neem jullie even mee. Mies is lekker bezig hoor. Die kan echt alles. Maar de ruimte is helemaal vast besnijden. Ik kan blijven nog even hier. Nee, jij gaat zo snel mogelijk naar de mannen doen. Ik wil het door Europa. Ja, dat is wel goed. Dat is wel goed. Dat is wel goed.
het al beter. Ik kom net van sporten. Volgens mij zie ik er de hele verbouwvideo deze soort afgetakeld uit. Maar ik sta met mijn vader in huis. En ik dacht, ik laat jullie even zien hoe het er hier... Wat het shadow die aan het eten is. Hoe het hier tot nu toe uitziet. Want vorige hadden jullie volgens mij alleen maar een leeg huis gezien. De deuren missen en de vitrage mist en zijn meubels. Want die komen hier nog, want die staan nog bij ons. Die moeten we nog wisselen. Dus ik neem jullie even mee. Kijk nou. Woonkamer. Dus die is van mij, die gaat terug. De bank ruilt hij om, hij neemt zijn eigen bank. Wel, al die leuke lampen hier, die is zo leuk hè. Is van decor. Nou, zijn stoeltje is er al. Spiegel. De vloerkleed moet nog gaan liggen, want die komt daar. Maar de vloerverwarming moet rustig opwarmen. Nou, dit is de tafel, die kennen jullie wel van vroeger. En dan de... keuken vind ik echt heel erg mooi. Ik vind de kleur van de kastjes mooi. Het is echt mannelijk, vind ik het ook wel. En het blad is marmer. Hij heeft voor koperen elementen gekozen. Echt een grote keuken hoor, dit. Hier de Bora-plaat. Hij krijgt ook nog een nieuwe pui. Tuintje is ook lekker. Kijk eens hier. Een mooie keuken. Oh, heeft hij alles er al in gedaan? Dan gaan we even hier door. En dan komen we terecht in de slaapkamer. Dat is mijn oude bed. En deze kast is gewoon van IKEA. Dus echt een topkast. Helemaal niet duur is die. Dit is het Arte behang. En dit is dan de badkamer waar dus nog geen deur in zit. Want hij had een stalen deur, maar het is even levertijd. Ik vind hem wel heel chic geworden, die pad. Nou, dan weten jullie dit ook weer. Dus nog een paar dingen moeten er gebeuren. Ik vind het dus heel leuk, dat blauw van het servo en bal. Even lekker iets anders. Dus de keuken is het er helemaal in. Nou, dan nu de stand van zaken hier. Jij bent weer hier zo. We hebben een nieuw kleed van Westwing. Die is echt mega zacht. Oh, die is echt heel lekker. Ik had mijn vorige huis in het grijs. En dit is dus de crème kleur. De bank gaat dus nog naar papa. Schilderijen hebben opgehangen. De tafel gaat nog weg. Het is dus die prachtige tv. Ik zal hem zo nog even aanzetten. Van Sony. Bravia XJ90. En 65 inch is dit. Dan. De lijsten zijn af. Van het schippertje. En dan hebben we de wandlampjes van Holland Plafond. De lampen van Eichholz. Ik had er al eentje in mijn vorige huis. Stoelen van Westwing. En er komt nog een andere eettafel. Dan de keuken. Tot nu toe. Oh, het is de barkrukken zijn van Richmond. En de keuken die was dus, wat jullie hadden gezien, nog zonder deze omlijsting. Die heeft Misha zelf gebouwd met zijn broer. Dat was dus de... Ja. Ik wist dus eventjes niet wie dat moest doen van de keukenboer en het... bladleverancier. Nou, gaan we hier naar de badkamer en daar is eigenlijk weinig veranderd. Behalve dat het douchescherm erin is gekomen, de douchewand. Dus die is nu zo. Dus dat is wel fijn. Het is ook warmer met douchen. En dus alles is geverfd. De muren en het plafond. En dan in de slaapkamer moet nog alles worden gedaan. Maar daar is wel alvast het plafond geverfd. Zo, even kijken of jullie het kunnen zien. En er wordt dus volgende week behangen. Kijk. Behangen en alles gedaan. Dus dat zie je wel. Deze geur is trouwens echt mega lekker. Dit is de Ritual of Mare. En het zijn ook niet die dure. Je hebt ook de duurdere variant. Maar dit is gewoon van de normale lijn. Dus zo heet die. En ik vind het echt een heerlijke geur voor in de badkamer. Dus nog even een tipje. Ik heb er ook een body mist van gekocht en een geurkaars. Maar oké, je kan ook gewoon lekker even rustig beginnen. Maar Ritual of Mare dus.
Nou, dat was hem weer. Bedankt voor het kijken naar de video. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Mocht u nou willen weten waar iets van is, ik heb zoveel mogelijk geprobeerd in de omschrijving te zetten. En dan gaan we binnenkort verder met het laatste deel, hoop ik toch wel. Dus ik denk dat er nog wel eentje tussen zit voor de final home tour. Dus ja, bedankt voor het kijken. Doei doei!